Ik ben Marco Houtenbos van loonbedrijf Chef Houtenbos uit Schagen. Wij hebben een loonbedrijf wat agrarisch loonwerk uitvoert voor de veehouderij. Dus mest, gras, mais. En daarnaast zijn we actief in het groen grond en infra eigenlijk. Dus we doen ook nog kraanverhuur, shovels, vrachtwagens, trekkerkeepers. Dus eigenlijk best wel breed. Voor de grasoogst hebben wij de volgende werkzaamheden. Maaien, harken, oprapen met snijwagens, hakselen met silagewagens, twee ronde balen persen, hooibaaltjes persen nog. En voor de grasoogst gebruiken we shovels voor op de rijkuil en eventueel nog een trekker met een aandrukrol. Wij hebben een hele groep vaste klanten waar we eigenlijk gewoon jaarlijks al het agrarisch loonwerk doen. Winterdag hebben wij een vaste medewerker van ons die gaat in de periode voor kerst bij alle klanten langs. Met een relatiegeschenk, maar ook met een update hoe afgelopen jaar was. Wat verwachten voor komend seizoen? Zijn er nog dingen die spelen? Zijn er nog dingen die wijzigen? En dan hopen we alvast voor het seizoen wat informatie te hebben, zodat we daarmee ook beslagen ten ijs komen. Wij proberen samen met de klant ervoor te zorgen dat er goed ruwvoer binnengehaald wordt. En dat proberen we te doen door de afstemming te hebben tussen hoe je oogst en hoe het verwerkt wordt op de kuil. Bij het gebruik van koud toevoegmiddel is voor ons belangrijk dat de middelen dat het gerenommeerde middelen zijn en dat ze schoon worden toegediend. Uiteindelijk bepaalt de klant of we toevoegmiddel gebruiken en welk toevoegmiddel we gebruiken. Vaak gaat dat in overleg met een voeradviseur. En wij constateren wel als er geen toevoegmiddel gebruikt wordt en wij denken dat het op dat moment beter is om het wel te gebruiken, dan adviseren we dat wel aan de klant. Maar uiteindelijk bepaalt de klant. Wij zijn als loonbedrijf onderscheidend van andere loonbedrijven, omdat wij graag mee willen denken met de klant. Het leuke aan loonwerk is de afwisseling, de gekte, de met elkaar het werk maken, met een mooie club jongens en meiden voor goud gaan. Het lastige is dat je met het weer te maken hebt, dus dat je daardoor moet zoeken met je planning. Maar ja, dat is ook alweer de uitdaging. En als je dan na een week of twee weken al het werk even goed weer rond hebt met het hele clubje, en dat is gewoon een mooi gevoel.